Een ronde van Nederland op de step. Zoiets verwacht je alleen maar van studenten. Nou, die hebben zo'n tour dan ook georganiseerd. En ze namen in het parcours een helling van 7% op. Te weten de Grebbeberg, die op de laatste dag van de vierdaagse tocht beklommen moest worden. Daarvoor waren ze al van Leiden via Delft en Rotterdam naar Wageningen gereden. En nu ging het, met een paar centimeter langer geworden benen, naar de studentenstad Utrecht. Het eindpunt. Een kopgroep van een man of vijf had zich al direct voorbij de Grebbeberg van het peloton losgestept. Maar als ze gedacht mochten hebben dat de dorpen op de Utrechtse heuvelrug zouden zijn uitgelopen, vergisten ze zich, want het was er bladstil. Tussentijds waren er nog een paar sprints waarin verbeten gestept werd, want daarin konden punten worden gehaald voor het eindklassement. Alles ging uitermate officieel, zelfs tijdwaarnemers ontbraken niet. Algemeen winnaar werd tenslotte de student Paul Meijer van de Landbouwhogeschool in Wageningen.